Gemeenteraad. Nijmegen. Volop consternatie op een A-locatie. Hallo kijkers. Nog 4 weken, dan is het zover. Dan hebt u eindelijk weer de mogelijkheid om te laten weten wat u van de volksvertegenwoordigers van de afgelopen 4 jaar vond. Het moet maar eens gezegd worden. Sommige politici zie je alleen als het verkiezingstijd is. En dat irriteert. Er komen spotjes op radio en tv. Sommigen doen dat al een hele tijd. Daar is niets mis mee. Anderen worden nu pas wakker en denken dat ze met een slecht reclamespotje misschien wel stemmen halen. Als politici hun werk goed doen, dan houden ze het vertrouwen van de kiezers en krijgen ze de stem ook weer. Als je 4 jaar lang niet openstaat voor de samenleving, moet je niet verbaasd zijn als je straks weggestemd wordt. Laten we wel wezen. Wij betalen met z'n allen het salaris van deze mensen, omdat we willen dat ze ons goed vertegenwoordigen. We zitten niet te wachten op nog meer schandalen en doofpotmanoeuvres. Veel mensen gaan daarom niet meer stemmen. Dat is niet goed. Hoe meer mensen er stemmen, hoe eerlijker de zetels verdeeld worden. En stem zeker niet blanco, want blanco stemmen worden niet meer meegeteld. Vroeger wel, toen was er een stemplicht. Die is nu afgeschaft. Blanco stemmen tellen dus niet mee en worden als ongeldig weggelegd. Ga stemmen en stem bewust. Stem op 3 maart op iemand waarvan u weet dat hij of zij iets goeds voor deze stad betekent. Stem niet op iemand die doet alsof hij het in Keulen hoort donderen op het moment dat hij op zijn verantwoordelijkheden wordt aangesproken. Op wie ik ga stemmen, dat vertel ik u een volgende keer. Terug naar de studio. Gemeenteraad Nijmegen. Volop consternatie op een A-locatie. Goedenavond.